volgende gezin dat we bezochten woont in het rustige dorp Dikkebus in de landelijke Vlaamse Westhoek. We troffen er het jonge koppel Wouter en Annemie en hun twee kleine spruiten. Ze wonen sinds de lente van 2010 in hun nieuwe woning. We vroegen Wouter de Grave waarom hij voor een General luchtwaterwarmtepomp gekozen heeft. Wel omdat dat we niet weten wat de mazoutprijs zal doen de komende jaren. Ja, hebben we toch wat systemen overlopen en de warmtepomp kwam me toch als beste uit dan. Ook hier was de gerechtsexpert aanwezig om na te gaan of de meetapparatuur volgens de letter van de wet werd geïnstalleerd. En hij deed dat nauwgezet. Hier hebben we een installatie die eigenlijk af is, op enkele isolatiedetails nog na. Hier zie je de calorimeter. Dus met de debietmeter, temperatuursonde, andere temperatuursonde zit daar beneden. Deze sonde geeft gewoon de vertrektemperatuur aan. Deze calorimeter meet alle warmte die geproduceerd wordt door de warmtepomp. Dus zowel voor de vloerverwarming als voor de boiler die hier achter mij staat. Meetapparatuur installeren in de 6 woningen was geen sinecure. Toch verleenden de eigenaars zonder probleem hun toestemming en medewerking. Mijn installateur had dat voorgesteld om mee te doen aan die metingen en ik vond dat wel interessant. Omdat je dan ook een keer weet wat dat je verbruik is en we vonden het wel interessant om daar aan mee te doen. Omdat je dan ook weet, want ze beloven veel en je weet dan ook een keer op papier wat dat je verbruik effectief is eigenlijk. Hè.